De lente is in het land. Het moment dus om erop uit te trekken in eigen streek. En hoe doe je dat beter dan met de fiets natuurlijk? Vandaag ontdek ik Kontig. En er wordt wel eens gezegd dat het platteland hier begint of eindigt. Ik ben dus benieuwd. En beginnen doe ik hier, aan het oud gemeentehuis. Hier is sinds kort de uitwinkel gevestigd, de toeristische en cultuurdienst van Kontig. Waarvoor kan je hier zoal terecht in de uitwinkel? Wel, wij hebben hier van alle fietsroutes van de provincie Antwerpen, de fietsknooppunten. En wij kunnen ook gidsbeurten doorheen de dorpskern aanbieden. Ik ben hier met de fiets, dus ik dacht misschien kan jij me wel een plannetje of zo meegeven dat ik hier een aantal leuke dingen kan gaan bekijken? Ik denk dat het meest aangewezen daarvoor de fietsknooppunten van deze regio zijn, dus van Kontig en omstreken. Okay. Daarmee ga je wel je weg vinden. Super, dan ben ik klaar om te vertrekken. Dank je wel. Oké. Wil je dus Kontig ontdekken, dan doe je er goed aan eerst even hier binnen te springen. Tegenover het oud gemeentehuis vind je al een eerste bezienswaardigheid, de Sint-Martinuskerk. De Romaanse toren is maar liefst 860 jaar oud. Momenteel wordt de buitenkant van de kerk volledig gerenoveerd. Vlakbij het oud gemeentehuis ligt het moderne bibliotheek- en cultuurcomplex van Kontig. Maar ook het Museum voor Heem- en Oudheidkunde is ondergebracht. De collectie in dit museum bevat heel wat unieke en oude voorwerpen uit de geschiedenis van Kontig. De recent vernieuwde archeologische afdeling met talrijke Gallo-Romeinse vondsten is zelfs de enige die nog te bezichtigen is in de hele provincie. Je vindt er ook een uitgebreide en rijke verzameling merklappen met internationale uitstraling. Een bezoekje waard dus. Onderweg passeer ik domein Altena. Vroeger een nonnenklooster, nu is er een deel van de cultuurdienst gevestigd. In de Altena-kapel vinden er het hele jaar door culturele activiteiten plaats. Kontig draagt ook een zwart stuk geschiedenis met zich mee. Hier aan het station vielen op 21 mei 1908 41 doden en 320 gewonden bij een treinramp. Tot op heden is dat nog steeds de grootste treinramp uit de geschiedenis van de Belgische spoorwegen en wordt ernaar verwezen als de ramp van Kontig. Ben je op zoek naar een mooi stukje natuur in Kontig, dan moet je hier zijn, in het Kapellekesbos. Het bos werd zelfs in 2009 door Passar, de VZW die toerisme promoot, uitgeroepen tot het mooiste plekje van de gemeente. En dat kan ik alleen maar beamen. Je vindt hier ook twee kapelletjes terug die vroeger massaal bezocht werden door bedevaarders. En nu door mij. Dit natuurgebied is niet bereikbaar met de wagen. Je moet hier dus echt wel met de fiets of de voet naartoe. Op mijn weg ligt ook de Sint-Michielskerk, een neogotische kerk met een landelijk kerkhofje. Hier bevindt zich onder meer de grafkelder en grafzerk van de familie de La Faye uit de 17e eeuw, de vroegere heren van Waarloos. Deze parochiekerk werd in 1999 uitgeroepen tot beschermd monument. Van al dat fietsen heb ik dorst gekregen en deze brasserie lijkt me de ideale eindhalte. Dag Philippe, jij bent de maître van Eetcafé hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou je de zaak het best omschrijven? We zitten hier in Kontig, interieur koloniaal ingericht. Achteraan met een zeer gezellig terras, zeker met dit weer. Ook nog mee een tuin met enkele loungebanken. En voor de rest zitten we hier met een uitgebreide kaart, wekelijks aangepast met verse suggesties.
Ja, en het is zoals je zei, echt genieten hier op het gezellige terras. Inderdaad, nu, hè? Zeker met deze. Ideaal om een smaakvol biertje te degusteren, daar is het al. Wat is dit precies? Triple Carmeliet. Triple Carmeliet. Dat is een mooi bier. Gewoon helder biertje. Perfect bij deze weer. Lekker, een triple carmeliet. Een speciale naam voor een speciaal bier. En bierexperte Anneke Rijkers trok voor ons naar brouwerij Bosteels en kwam er meer te weten over dit smaakvolle bier. Kijk maar eens even mee. Dus de naam triple carmeliet komt in feite van het... Van de Carmelietenorde van Dendermonde. Dus blijkbaar was er in het verleden, werd er daar bier gebrouwen in opdracht van de Carmelieten. En werkte zij ook, of brouwden zij ook bier met dezelfde graan zoals wij ze nu gebruiken. Dus in feite, Carmeliet is een historisch bier, zoals kwak ook een historische achtergrond heeft. Dus Carmeliet is gebrouwen met drie granen. Dus gerst, haver en tarwe. Dus en elk graan heeft in feite zijn specifieke bijdrage tot een bier. Ik stel voor, Anneke, dat we nu eens een carmeliet proeven. Dus de bedoeling bij het uitschenken is dat de schuimkraag tot bovenaan de rand van het glas komt. Een van de meest natuurlijke vijanden van het bier is uiteraard de lucht. Inderdaad, ja. Dus en daar zorgt natuurlijk de hergisting op fles voor dat er zo weinig mogelijk lucht in de hals overblijft. De gist gaat dus die zuurstof opnemen tijdens de hergisting en dat geeft natuurlijk een natuurlijke bescherming van het bier. En de schuimkraag geeft een mooie natuurlijke bescherming in het glas. Die hergisting zorgt er ook voor dat het bier vrij sterk gesatureerd is, wat dan uiteindelijk resulteert in een mooie schuimkraag. Gezondheid, Ivan. Het is ook een bier dat veel voller in de mond ligt en ook een vrij romigheid van textuur in de mond heeft. Ik denk dat daar de tarwe verantwoordelijk voor is. Dus en ook de haver zorgt voor een bepaalde frisheid die het bier natuurlijk mooi, beter maakt en mooier maakt. Wat ik ook heb zijn een beetje vanille toetsen in de neus. Dus het komt ook heel aangenaam geparfumeerd binnen. Klopt, inderdaad. Ik stel me ook dikwijls de vraag van waar komt dat? Is het een combinatie van de granen of is het de gist? Ik kan er geen antwoord op geven. Soms hebben we het, soms hebben we het niet. Deze heeft het alleszins zeker en vast en smakelijk hoeveel. Klopt. We mogen ook niet vergeten, bier is en blijft een natuurlijk product. Het is in feite nooit hetzelfde. Elk brouwsel is een uitdaging. En kwaliteitscontrole is natuurlijk heel belangrijk. Maar we zijn afhankelijk van verschillende parameters. Dus en... Daarom dat er af en toe verschillen kunnen zijn. Het glas is overigens ook een zeer opmerkelijk glas. Dat is een ontwerp van meneer Bosteels Antoine. Dus hij heeft ervoor gezorgd. Hij heeft altijd een zwak gehad voor mooie glazen. En dan ook getuigt het kwakglas van natuurlijk. In feite, het bier met het glas moet het compleet plaatje zijn. Dus zowel het bier moet goed zijn als het glas moet bijpassend zijn, moet mooi zijn. Wij genieten hier nog lekker verder van onze triple carmeliet en van het prachtige weer. En ik zie jullie volgende week terug in Stabroek. School. Wil je ook zo'n elektrische vlauw? Ga dan naar de Waalse Kooi, naar het topfabriekje. Doe nee! Triple carmeliet. Het historisch drie granen bier.